Ik wens u allemaal heel hartelijk welkom. Vooral die jongens en meisjes die hier voor u dadelijk gaan optreden. Ik wens ook welkom de gespannen papa's, mama's, oma's, opa's. Die veel meer zenuwen hebben nu op het ogenblik als de kindertjes die deelnemen. Straks dan komt ook nog de wethouder van cultuur van de gemeente Helje-Panningen, Peel en Maas is dat nu. Die komt hier nog naartoe om eens te kijken wie het gaat. Ook de voorzitter van Veldeke Limburg, die komt nog. Dus die hoef ik nu op dit ogenblik niet welkom te heten. Dadelijk gaat u door het programma leiden onze onvolprezen Hans Jacobs. Hans Jacobs is vroeger voorzitter geweest van Veldeke Krink Venlo. En hij heeft heel dik met dat beeldje gehakt, dus hij zal dat heel gezellig gaan doen. Ik ga nu gauw voorstellen aan de jury en dan ben ik weg, want je wilt natuurlijk luisteren naar de kinger die hier optreden. Aan de jurytafel zit de Eminoos Grieze Pierre Bakkers. Pierre Bakkers is de eerste streektaalfunctionaris geweest die in de provincie Limburg heeft gewerkt. Hij is nu gepensioneerd en bij Dover heeft er als buurmeidje zitten Sylvia Weusten. Die werkt nu op het streektaalbureau in Remun. En die deed onderzoek naar allerlei taalzaken die met dialect te maken hebben. Sylvia Weusten zit dus als nummer 2. De huidige streektaalfunctionaris van de provincie Limburg, die ook bij het Hoes van de Kunsten werkt, dat is Ton van de Wijngaard. Ton van de Wijngaard, die komt uit het zuiden van de provincie en hij woont nu gans buiten de provincie. Dus, hij werd dus van alle dialecten wethegaard en hij kent die van Kerkhoor. Ik kan dat gans goed verstaan. Genau, zei het dan, genau. En dan hebben we dan even zit Marleen Schmitz. Marleen Schmitz, die komt goed. Oorsbeek. En ze is schrijfster van Kingerbeuk. En schrijfster van verhalen in het blad. Ze geeft dus speciaal letten op hetgeen wat de schrijvers hebben gebroed van de gedichten. En dan de voorzitter van de jury is dit jaar Ann Philipsen. Ann komt uit Helje en ze is toneelspeelster en ook schrijfster van toneelstukken. En hier op de hoek zit onze penningmeester, de penningmeester van Veldeke Limburg, dat is Pieter Eerbus. En Pieter, de hele punten bier. Ik ben nu weg. Ik geef het woord aan Hans Jacobs. Dank u wel. Lief jongens en meetjes, dames en heren. Hey in Dok 6 in Panningen. Wat een gigantisch mooi schoon theater. Juist aan het woord de voorzitter van het hele organisatiegebeuren, de heer Jos Stassen. Voordat we gaan luisteren en voordat we gaan nadenken, hey, wij gaan in de prijzen vallen, gaan we eerst wat genieten. We gaan genieten van een stukje muziek. We kregen namelijk Britt Eberson naar onder, van ook goed kunnen gezien, hey onder. Britt is namelijk de winnaar geworden van de juryprijs van Veldeke Kids wat betreft het vastelovend gebeuren. Dus als het dadelijk komt, geef hem een applaus, want we kregen nou Britt Eberson. Wauw! Brit tot de microfoon. Dames en heren, lodig verrassen. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey.
dit gestel is te groot. Verwel mij hier nog eens dwars. Daar gaat door de route. Ik ben niet gek op den Twan. Heb liefste zon op mijn kroon. De wind je omhoog kan schloeten. Zijn rood en groen in de lucht. Zou hangen vleier gezocht. En dan snel naar boeten. Doppeling en trui doet de mod. Muziek der rot door de straat. En leert mijn oren toeten. Weg met de stress. Ik ben een vaste loversprinses. Ik ben zo blij. Want de vaste loven is wie? Voor mij geen prins op het witte paard. Want carnaval is van mij leid. Moester nooit is een les. Want de vaste loversprinses. Vergeet de rest. Normaal is mami de baas en geeft de papa de gaas. Hij doet niet hier regeren. Maar was de lovende zie, dus sluit het iedereen drie om dat ook te proberen. Zijn rood en groen in de lucht, zo van vlieg ik en genoeg. Gewoon niet de boel verseren. Ik voel mijn zijn nieuw alaaf en dans de hal op en af. Hoef mij niet te generen. Weg met de stress. Ik ben een vaste loversprinses. Ik ben zo lief. Want de vaste loven is wie? Voor mij geen prins op het witte paard. Want carnaval is veel meer leid. Moester, wat is de les van de vaste loversprinses? Vergeet de rest. Met de stress. Ik ben een vaste loversprinses. Ik ben zo blij. Want de vaste loven is wie? Voor mij geen prins op het witte paard. Want carnaval is veel meer leid. Dus dan nog eens helaas van de vaste loversprinses. Vergeet de rest. Wauw, Britt, nog een keer proficiat hè, met de jury vond dit nummer het allerbeste, Vastelovensprinses. Desgezien een goed publiek waar ook meteen aan het meeklappen, dat zit ook wat van dien kwaliteit. Dames en heren, Britt, dank u wel. Dan gaan we, door dit fantastische begin, gaan we beginnen met het eerste gedeelte voor de pauze wat betreft 12 gedichten, 12 declamaties. Dus jongens en meisjes, het gaat bekans gebeuren. Wie gaan we dat doen? De eerste 12 namen, die neem ik dadelijk op. Ik wil die vragen, gewoon even rustig, kijk, aan deze kant is een trap. Als je wist de helft gaat lopen, alstublieft, en dan kom je dadelijk, dan zeg ik, wanneer je naar onder moet lopen, niet rennen, we willen gaan ongelukken, je loopt naar onder, want dan gaat er iets gebeuren, dat heb je jongens en meisjes nog nooit metgemak. Je huurt dadelijk horen matadoren, zeggen ze in Spanje. Wie dat geit, zeggen we zo. Wilt dan alstublieft door de kant gaan, Venne van Engelen, Julie Peschens, Zoe Kuipers, Sam Mevis, Eefke Konings, Noor van Hommerich, Jasmijn Heiligers, Mun Ubbink, Luc Mone, Isa Mevissen, Marcia Roelofs en Pim Feijen. Alsjeblieft even op de kant en dan gaat er wat gebeuren. Ho. Let op jongens en meisjes. Zorg als er een kleiner emusbee is dat het niet valt. Geen god dadelijk, als ik 3-2 eind heb gezag, dan god je naar onder, maar niet zomaar naar onder. Ik wil nog vragen om dan te zwijgen naar alle mensen heen. Want die gaan dadelijk, als je in de gelegenheid ziet, even stom. En dan maken we weer zo'n echte Spaanse arena een lewijd als aanmoediging voor die kanjers toch. Dus bij 3-2 eind, lap je naar onder, geen zwijt naar het publiek. En alsjeblieft, zult je nou willen gaan stonen als je in de gelegenheid ziet. En lodig huren, dat mogen zijn helden dorp huren. Dames en heren.
De kanjers van vanmiddag. Os matadoren. 3, 2, 1. Kom onder. Dat kan harder. Yay. Hoppa, hoppa, hoppa. Kom lekker allemaal op de buur op. Fantastisch. Verder, Julie, Zoe, Sam, Eetje, Noor, Maschaal, Wiedu, Isa, Hafsa en Pim. Oh. Fantastisch. Dat Nederland zelfs al in Brazilië zal niet zo'n applaus krijgen, de handjes op elkaar WG. En het is terecht, want hey Stoonze, finalisten, lieve dames en heren, jongens en meisjes. Je hebt het maar gekneid, ze. Nog tot ge hey. Ik wil nog vragen, en dat vind ik het schoone. We laten hey, degene die gij declameren, niet alleen staan. Gij ziet er ook als steun. Dus ik wil vragen of dadelijk bij de microfoon wilt gaan staan Fenne, Fenne van Engelen, en de andere kinder lekker hier achter, even op de grond, even nevenijn, als gij hier op de grond gaat zitten, en dan hoop ik dadelijk wanneer gij aan de beurt ziet. Maar we halen Fenne van Engelen. De microfoon kan een beetje omleeg, lukt dat? Bedoeling voor iedereen, goed in de microfoon praten alstublieft. Fenne, gijt bij ons in groep 7 doen. En ik kom zo het echt. Nou, heb ik wat gezien. Wie heeft dat gedichtje geschreven? Pap en mam. Wauw, pap en mam van Engelen hebben het gedicht. Een applausje weer, vind ik, dames en heren. Complimenten. We maken een reis door Limburgse steden. Dit komt zo het echt. Zo stig, en dat is het moeilijkste, want geen meugd er hebben we voor nadenken. Ik vraag aan alle kinderen, als er iemand nog echt geit, of als iemand nog weer geit als ze doorwoens, wat moeten ze dan echt gewoon bezoeken als ze bij ogenprijs... Nou, er is van alles te doen in echt. Wat moeten ze zien? Een bepaalde straat, of een kerk, of een museum? De Lachstraat. Meent het heen mij. Die leed drie stroten links van de kerk, geloof ik. Hè? Dames en heren, we gaan luisteren. Meetje, heel veel succes. Fenne van Engelen. Bij ons in groep 7. Leef, mensen. Bij ons in de groep geit alles paletti. Het geit die over. Shhh. Neem eens vertellen. Groep 7 van de Maria Goretti. Want in onze groep is Dux Jorget aan de hand. Met regelmaat springen we royaal uit de band. Gelukkig hebben onze juffen geen last van te veel stress. Soms lachen ze, soms zijn ze streng. Maar ze horen ons meestal wel goed bij de les. Ik ga nu weer een buksje opdoen, over wat ik metmaak. En geloof me, bij ons juffen valt het niet altijd even goed in de smaak. Natuurlijk geven de juffen ons regelmatig huiswerk op. En als het zwaar wie het is, stuit de groep op de kop. Ja maar juf, voor huiswerk hebben we geen tijd. En dat is dikke pech. Judy heeft met Charlotte afgesproken en ik ga met Maud naar de Action in Echt. Op 31 januari ontvingen we het vormsel in de kerk van Sint-Joas. Die lessen van meneer Pistoir worden een shot in de roas. Wie de 10 geboden werden besproken, wordt fin getriggerd door het 6e gebod. En meen je namelijk dat het ging over de vod? En Maud maatje van Pistoirs vragen een richtige quiz. Met een wasmachine als prijs werd de Pistoir toen gedis. Ik kan me herinneren dat juf Inge naar een warm land op vakantie ging. Ze vertelde 100 uit over zon, zia, strand. En als ze mazzel had, ze ook wel eens een tropisch visje ving. Ze was zo enthousiast dat ze grapje dat wil met kosten gaan. Dat hij ze niet tegen Douwe gezag. Maar nu had verwacht dat was zangerdaags met de bikini en de zwembox klaar zou staan.
Ons juf was ook wel eens krank en werd je dan vervangen. Echt het veurde, groep van ons. Zijn vreemde juf min je wel in de schoot stangen. Zie de heel aardig tegen ons. Doet dat het voorstellingsrondje begon. Want wie Sander zich Harry Handrem noemt en Luca zich voorstelde en Sjaak de trekhaak, bleek die vervangende juf van ons toch vrielig geraak. Op een dag noem juf Inge haar dochter van een jaar of 14 met. Geel begreep je dat, de jongens van ons stongen meteen in het gelid. Sascha raakte in vuur en vlam, volgens mij werd Geer mijn schoan, mam. Dobby kreeg een lumineus idee, hij neerde zich al uit voor het kerstdiner. Zoals gehoord, hebben we weer echt veel lol met z'n allen. Over ons vult ik heel goed te kallen. Al vind je Joyce en je Inge dat niet altijd even gaaf, op de Maria Gorati zijn ze nog lang niet van ons af. Op Oosnoed zit een heerlijk grote lach. Veer gaan nog samen naar groep 8. Wauw, beetje. Ik stoon hij aan de ziekant, Fenne. Met de kiebus, die springt bekans uit een. Wat een lang gedicht. Complimenten aan papa en mama Engelen. En de sticht het allemaal zo onthouden is. Dames en heren, ik vind extra de heentjes op elkaar. Fenne, fantastisch. Mooi. Fenne, dat mij van de categorie groep 7 en 8. We gaan nog eens van groep 5, 6. Julie Peskens. Julie, oh, wauw, hey, schoen. Meetje. Julie, dit komt zo te zusteren, begreep ik. Ja. Ja. Wat zich waar mensen naartoe moeten gaan als ze een zusteren zien? Nee. Wat is dit? Heb je een hele mooie kerk waar mensen naar binnen kunnen? Ja. Ja. Dus kom geen zusteren even naar de kerk. Dit is lang geoefend, dat moet wel. Waar heb je het meeste geoefend? Op school? Toes? Toes. Toes. Met hulp of alles alleen gedaan? Met mam. Met mam, onmisbaar, hè? Ja. Dames en heren, we gaan luisteren naar Julie Peskens. En die gaat brengen erwtensoep met pannenkeukengedicht van Truus Verbong Simons. Erwtensoep met pannenkeuk. O's mam, die kan pas koken. Dat vind ik gans gaaf en leuk. Van wiet af heb ik het al geroken. Het geef vandaag erwtensoep met pannenkoek. Op ene koek kun poeiersuiker, op ene andere dik de schwab drop. Dan ben ik ene grote slokker. Het plakt mij dan op mijn ganse kop. Ik eet mij mijn buikske duchtig vol en vul mij door wie gans blie. Kikie, mijn bluske steeds gans bol. Daar kent geen grummelke meer bij. De huur zit Julie. Applaus was voor dit. Gaat er lekker bij zitten. De jury gaat nou weer goed nadenken, lieve dames en heren. We gaan weer. En ook gaan we weer. Jury, even ook belangrijk. Er staat namelijk bij ook in het buksje dat de volgende kandidaat in groep 5-6 zit. Dat moet zien groep 3-4. Ik vroeg naar voren Zoe Kuipers. Meetje, kom erbij. Zoe, wie heeft die gedichtje? Schoolkrank. Schoolkrank. En dicht zit ze in groep 3 of in groep 4? In groep 4. In groep 4. Dus over school werd zich alles. Nou, je hoeft niet hardop te zeggen als dit wil. Wist ik wel eens schoolkrank? Soms. Niet zo duk, hè? Nee. Dames en heren, we gaan genieten van deze kanjer. Ongelooflijk. Ik heb het gelezen al heel even stiekem. Het is hartstikke tof. Dames en heren, Zoe Kuipers met schoolkrank. Schoolkrank. Vandaag had ik er niet zo'n zin in naar school te gaan. En dus heb ik maar net gedaan alsof ik heel
hele erge poepinat en kilpindernijzen. Ik kreunde, ik moet ze dadelijk overgeven. Mijn moeder zag, kom, ik geef ze geen kroek, die leg ze dicht maar op in een boek. Heeft ze koorts, doet ze zo blijk, met de gang heeft ze mij de thermometer aangereik. Zorg dat ze de wiet genoeg in die futje duus. Maar nee, ik heel me even tegen de verwarmingsbuus. Och kink, klaagde ze, moest ze zijn 39,5. Blief me gewoon in bed met zo'n krenkelijk lief. Maar tegen de middag was ik het kotsmug in een boog. Ik huurde mijn vriendje speulen en zoog de blauwe log. De poepien was bent weg, de koorts verdwenen. Ik word de straat op, sjoeien of sporten bij renen. Snel de klei ran en stiek in mijn boeten achter hem. Opeens hoorde ik een strenge moederstem. Hé, hey, hoe ga je dat tot toe? Strakkes zoog ze nog krietwit. Mam, ik kan er niks aan doen, maar ik ben weer helemaal fit. Wat mij opviel, Zoe, dat was een inders geval dat ik volgens mij gaar niet zenuwachtig was, zenuwachtig. Die geest die stond als een echte artiest, hey, in zo'n doc-ses, niet niks. Hartstikke goed, en nou afwachten wat de jury gaat zeggen. Dank u wel. Dames en heren, we gaan nog even naar de jury toe. Wij mogen ik even het woord geven voor de eerste indruk, de eerste gedichtjes, de eerste kanjers. Ik ben onder de indruk. Ja. Eerste indruk, onder een indruk. Deskundige jury, overigens. Sam Mavis van groep 7-8. Kom erbij. De microfoon zal wat hoger moeten nemen, gaan, jong. Sam, kijk of dat gaat lukken. De titel, ik zei niet. Ja, wat zei. Ik kan niet lezen. Wie heet dat gedicht? De Bril. Oh, De Bril. Het is van Frank van Baar, hoe het een Venloos heet, het geschreven, zei ik. Aanpassing in het Wierlands van Jan Mone. Waarom heb je eigenlijk dit gedicht gekozen? Omdat ik zelf ook brildrager ben. Ja, dat is te zien. Ja, inderdaad. Mooi. Maar het schoene is, werd het nou uit de kiebus, heeft nodig een bril nodig. Hey, heel veel succes. De jury let op, G let op. En hij heeft ook ondersteuning achter zich. Dames en heren, Sam Mavis. Op een merkje word ik wakker en zoog niet goed meer. Ik dacht, wat is dat? Dat is niet zo in een andere kier. Het was allemaal zo wazig en onduidelijk. Wat is dat? Ik snap er heel niks van. Dat is niks voor mij zo wat. Mijn papa en mam, die wisten toen goeie rood. Vig onder de winkel in de kerkstraat. Jo, hey, maar dat is toch heel niet wat ik wil. Zie je het vurig? Ikje met een bril. Ik weet zeker, dat ziet toch heel net uit. Zo'n fiets op een leuke blije snoet. Maar de bril en hier zag, kindje, maak tegen maar niet druk. Ik weet zeker dat het als nou wat passen en meten wel lukt. En joer, ja, gelijk. Wat we hebben uitgezocht is mega cool. Met mijn hipbrilke maak ik echt wel de blitz op school. Complimenten, Sam. Hey, en de steek hartstikke goed, hey. Toef. Dames en heren, dat was Sam. En we gaan, ja, applaus voor de groep. Gehandeleerd, zeker. Wat een schoon pleetje. En je komt ook op het pleetje. Want wat geen niet kunt zien, hier zitten allemaal fotografen. Dat is ongelooflijk. Als ik hem niet geluif, mag ik ook een naam weten? Sef Driessen. Sef Driessen. En G. Armo Meesen. Ja, die andere 16 komen we dadelijk bij. Dames en heren, de fotografen, een applaus! Jongen, 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 jongen. En voor och, hè, voor och. Ik wil eens kijken wie het volgende gedicht gaat voordragen. Oedert Venloze, Eefke Konings van groep 3-4. Dames en heren, Eefke. Eefke, wat is in Venlo te zien wat hartstikke mooi is voor de mensen? Ik niet. Misschien op de grote hei wandelen. Dat is niet zo leuk. Dames en heren, we kregen Eefke Konings.
Drie meetjes op een hekske. Van Jan Alsters van de Hoog. Heel veel succes. Toi, toi, toi. Eefke. Drie meetjes op een hekske. Drie meetjes met zes vlechtjes. Die zoeten op een hekske. Gezellig nevenijn. Toen kwam Jan de Wind aan weien. De boer even onrust zeien. En hij was echt gemeen. Hij douwde tegen het hekske. Hij speelde met de vlechtjes. Het hekske begon te wiebelen. Maar de meetjes gingen wiebelen. Nummer 1 riep, houd me vast, ik val. De tweede schreeuwde, toch gewoon ik al. En tegen gelijk met nummer 3 erbij, logen ze samen alle drie. Met zes vlechtjes nevenijn. Gescheurde kleier, geschramde wijn. Nou zei het hekske, gans alleen. Zonder meetjes, zonder vlechtjes. Nu is het ook in de zaal, de mensen. Oh, dat is een heel goed teken, weet ze dat? Hey. Nou even afwachten of een van die bekers misschien voor dicht is, wie weet. Maar dames en heren, je begrijpt het, ook al zul men geen beker winnen, het is al een fenomenale prestatie dat ze vanmiddag hey in die finale stond. Dus... ik wil heel even, de jury heeft ook al een indruk gegeven. Mevrouw, wat vindt gij van het niveau? Geweldig, vind ik het. Waar kom je, joh? Het strandprooi. Het is niet te huren, echt niet. Nee. Ja, ik huur het heel goed, mevrouw. Moet ik ook vragen wat gij van het niveau vindt, bis nou toe? Helemaal top. En gij komt boe? Wiert. Wiert. Weet gij iets waar mensen naartoe moeten in Wiert? Ja, ik zou zeggen, nou, van een land Mavis. Goeie tip. Dames en heren, we gaan weer met Noor van Hommerig van groep 5-6. Noor, kom erbij. Dames en heren, Noor van Hommerig. Dus even, dames en heren, Noor van Hommerig. Noor, wat ga je zich dadelijk voor een gedichtje voordragen? Spruisjaar. Oh. Dan ben ik wel heel benieuwd wie voor dat even gaat dadelijk. Huub Ditteren heeft dit geschreven. Wie stig mij dit met de wedstrijd, waarbij ik dus heel hoog ben geëindigd, waren er toen heel veel kinderen die mee hebben gedaan? Ja. Dames en heren, veel kinderen die meedoen. En mevrouw zit wel even in de finale. Ik wens je heel veel succes. De microfoon moet misschien iets naar boven. Goed in de microfoon praten. Noor van Hommerig. Spruisjaar, van de Huub Ditteren. Spruisjaar, vind ik ja net smaken. Om het lekker nust te maken. Het leest als ik jaroes jeng van dat kappes in het kling. Ik klin ze net bij in de monk. De man, nu is... dit zuntje zonk. Dat vallen ze mij op net. En vuur dat Inge nog je zet. Snoef, snoef, sloek, sloek. Niks meer te zien. Ik wil met snappen waarom te spieën. Onze honk had ze zich rijden uit. En kijk eens wie zingen stad zich fruit. Dat spruisjaar smaakt er de blakke jot. Maar wint hij maar je vodse mot. Dat Noor, hè, dat Noor. Noor, dit was trouwens, hey, ik heb dit gezien voordat het begon. Ik geloof dat, wie was er bij een zusje van dit? Ja. Wie heet dat? Lina. Nou, dan moet je best wel even zwijgen naar die zusje. Wat was het zusje? Kijk dan. Was het goed, zus? Heb je het goed gedaan? Ja. Ja, oké, dank u wel. We gaan hier met Jasmijn Heiligers en Jasmijn Kumboet tegelen en... zit in groep 3 of groep 4. Jasmijn! Oh, meetje, wat mooi. Hey, kom een beetje naar voren, laat ik even goed zien. Ach,
Jasmijn, loopt zich zo altijd? Nee. Maar waarom nou dan wel? Dat even water geit. Oh, het geit over water, dames en heren. Ik zie hier staan Waterwerken. Een gedicht van Leonie van Hulten van Ree. Ik kon de microfoon ietsjes leren zetten. Oh, dit geest het geweldig doen. Dames en heren, Jasmijn Heiligers. Klieder, kladder, klater. Lekker knoddelen met water. Dat doen ik hier, dat is zo fijn. De godste lol voor iedereen. Ben je week of ben je maat in Aversbeekske. Op het gras met de tuinslang. Tussen de bloemen, lekker spuiten. Niet van het slomen. Onder de douche of in het bad. Water hebben we gelukkig zat. Toen kent het zo gek niet bedenken. Water is nodig vooral om te drinken. Jasmijn, fantastisch gedaan, meid. Welke groep zit zich trouwens? 3 of 4? 2. Dat heeft de jury niet gehuurd trouwens. De categorie 3-4 jury. Ja, ja. Hé, fantastisch. Des te beter is het, hé. Dank u wel. We zien in het Limburgs Plat bezig het volgende gedicht. Heet dan ook Limburgs Plat. Mun Ubbink. Groep 5-6 uit Geleen. Het is niet gans zoet 5-6. Daar kom er eens mee. Kom eens hoe liggen. Kom eens. Kom eens. Nou ben ik benieuwd. Ja. Kom maar even heen naartoe, Mun. Kijk, ik zelf ben leerkracht in groep 7. En dat is volgens mij groep 7. Ja, het ene kindje heeft wat meer talent voor dat vak. En het andere wat meer voor dat vak. Maar bij dit is het niet gans 5-6. Ik zit in L4. Ik ben hoogbegaafd. Ik ook. Dames en heren, onze Mun, en dat is groot geliek, dat ze dat heeft gezegd, Mun. Groot geliek. Ik moet mes en hij doet gelijn. Hij zit wel op zwaal in gelijn. Zeg dat nog een keer, maar. Maar ik zit wel op zwaal in Geleen. Oh, ik ben. Oh, dus in Geleen is de school voor de hoogbegaafden. Dames en heren, alles is nog duidelijk. We kennen de hoes, dus... Ja, ik doe dus... Maar ik heb niks mee te zeggen eigenlijk. Dan gaan we weer met het volgende gedicht. Nee, Mun gaat brengen Limburgs Plat. Succes. Mijn taal, hoe geest de her, ik waardig toch zwaar. De wers nog wel uw plat kallen, maar toch zijn veer het aan het verzallen. De echte Limburgse woord waarst niet meer. Ja, op dialectdag misschien nog een keer. Woe zijn pepelen, nog fladderende biaasjes. En wij spreken nog van konkernalkes. Ja, lu, de woord mogen van niet kwiet. Angst hebben verlaten spiet. Kokerallen is stodder geworden. Tegenwortelen zij men moren. Een hengel wordt vreugde ongeert. Dat wordt een woord die zin zet waard. Ook spreuken en versjes in ons eigen taal. Waarst alleen men deze zaal. Leer ze de kenjer met andere tuiken sprengen. En laat ze nog eens van hoeper de poep zingen. En al die ogen zeg dus over het weer. Ik zwaarde ze altijd zo zeer. Mij koude naad, dat vuil de zuur en ook het vaat. Met Sint-Jacob en Sint-Anje moet het kors in een schuur of banje. En als de melder s'avonds nog flat, wordt het zangerendags koud, naad en nut. Als de zwerbeltjes laag vliegen, krijgen veer reizen. Met einde mee reizen, dan kent men goed thuisje. De christen in een meisje het van en dus niks wat de mondje pril niet kan. Zijn er van nu dit jaar, dan liggen ze met het extra kale kloor. En net op Maria Ziepje reizend. Dan waren weer 6 weken gezegend. En is het eind mee reizend, is rode kiesje voel aan de boom. En lu, als je luistert die spreuken komen, laat ze leven in afspraak. Blied Limburgers, raak niet van de kook. Ze bruikt die echte Limburgse woord. En kalt plat wie het zich huurt. Oostaal, leef en vraag, riek en arm, geleerd en dom, met oog koud en warm. Ons Limburgs is smakelijk en sappig wie een peer.
Het klinkt zo zwaar, ik waar toch zo zeer. Nu, maar kom eens. Als ik een petje op had, hè, dan zat ik mijn pet... Moet ik heel even die hutje? Moet ik dat heel even? Dus. Moest ik kijken, dan doe ik dit. Dames en heren, ik neem voor Mun mijn petje af. Perfect, jong. En nou afwachten. Ik denk dat tegen u voor 10 jaar achter die tofel zit. Denk ik wel. Met het gedicht over het Limburgs plat. Dank u wel. Ga ik lekker zitten. We gaan weer met een van groep 7-8. Tenminste, ik gewoon vanuit groep 7-8. Luc Mone en Luc Kumboet-Kergooi. Luc, we gaan eerst de microfoon wat horen zetten, hè, jong. Zo, hè. Dadelijk goed met de mond bij de microfoon. Ik ga zo'n boek bezig. Wil ik vragen waarom? Want de jury wil geer dat ze doet de kiebes duit. En die dus voorlezen. Ik gun je dichtje voordragen. Dat heerst lezen. Oh, vandoor. Ja, ik ben niet zo slim, eerlijk gezegd. Maar nou begreep ik het, ja. Ja, en daar horen boeken bij. Geliek. En dames en heren, lezen is iets ontzettend belangrijks. Maak leeskilometers. Luc, heel veel succes. Luc van groep 7-8. Luc Mone. Lezen. Een verbraad van de Wim Heijmans. Het was één plaats onder de douche, waar het stil is. Lekker stil. Toen je niet immer zit, wanneer ik lezen wil. Ik neem Jansje een boog met. En dat is al zo raar. Daar weet mijn stil pleetje opeens een ander plaats. Daar zit ik in de dune. Daar huur ik wel eens te zien. En dat dus is in een boot. Daar vaar ik met wier. Of wel eens is het in een bus. Waar ik roze elf jaar of. Het kunt niet door het dus. Het kunt door het boog. Het boog is de machinist. Door dus dat zoog. Ze brengen mij naar ieder plaats waar ik wil zien. Jans Bewoos. Luc, als ik heel eerlijk ben, en dat ben ik altijd, mensen moeten eerlijk zien, die kreeg de zaal zo stil. De jury kreeg kippenvel. Kost het heen zijn pier. Zo hoog, echt. Ja. Daar is de hoor van gekregen, zin ik. Ja. En dat door dicht, dames en heren, Luc Mone was dat. Luc Mone. We gaan weer en dit is echt het Kumboet-echt Isa Meeuwissen. Isa. Groep 3-4. We gaan deze wat hem leeg zetten. Isa, misschien heel even, hé. Kijk voor de fotografen. Als FD. Meneer. Werk je, hé? Ja. Nou, is wel goed, joh. Dank je wel, hé. Heel fijn van dich. Toef. Ja. Kom een pietje toe aan de been, want die, al die 18 fotografen willen ik even op de foto. Die willen ik even op de foto. Gij dat? Meneer daarachter ook? Ja. Nee, voorkoop alstublieft. Ja. Zwij hier even. Zwij even naar de fotograaf. Ja. Mooi. Dames en heren, Isa Meeuwissen. Mijn juf is een heks. Oh, ik ben benieuwd. Ga ik lekker bij de microfoon. Mijn juf is een heks. Isa Meeuwissen uit echt. Mijn juf is een heks. Maar wauw, een hele leuke. En een hoge puipmuts zit vol met rare deuken. Ze vliegt op een bessemsteel met haartjes. Boven over de speelplaats. Zussen gewoon, denk ik ze direct of alle kindjes netjes in de regen staan. S'morgens leert ze ons van maan, roos
en vis. En stok maar niet, ga ik te kijken. Als die vulpen op in ze lekker ijsje is. Maar het overe lukt niet altijd. Soms gaat het wel eens fout. Zo liet ze het eens een keer sneeuwen. Brrr, jong, wat was dat koud. Ze hield ook niet van botrammen. Ze noemt haar eigen eten met. Slange ogen, draken tongen. En een stoetje een spinkortelet. Is de zorg dan voorbij, gaat ze boven op het bureau staan en noer op de boete, roept ze dan heel hel en zweer naar huis toe gaan. Sommige juffen zijn heel streng en sommige juffen zijn heel suf. Maar ik vind het echt geweldig met een haaks als mijn juf. Oké, dat was het. Isa, die juf mag heel groot zien dat stik bij u in de groep zit. Hey. Dames en heren, Isa, voortreffelijk. Dank u wel. Ik wil heel erg het woord geven van de jury met een korte uitleg over de stand van zaken. Wie is nou toe? In de middenmette. Ik ben ook Suus Verheer, al wordt gezegd, erg onder de indruk. En wat ik zo knap vind is dat bij de kinderen gaar geen zenuwenkind zijn. Ik sta zelf ook voor de klas en dan zie ik soms 20 tot 30 leerlingen die kijken dan vol spanning naar mij. En dan denk ik af en toe wel eens, poeh, dat is spannend hier voor de klas. Maar hier, met spots erop, camera's erbij, een groot publiek, niks van te merken. Dus helemaal goed. Inderdaad. Geen zenuwen. Ik ook niet, hoor. Nooit. Dames en heren, Marcia Roelofs. Och, is het zo erg, meetje? Oh, gaat dat goed? Oké, okay, anders op kosten van Veldeke Limburg dadelijk wat te kloeken. Alleen voor de beukert, hè. Niet dat je daar ook allemaal beuken. Marcia, dan moet de microfoon een heel eind omhoog. Is dat goed dadelijk, denk ze? Ja. Marcia, we gaan even kijken, want jij hebt het uit de kop geleerd. Ik moet het heen doen. Ik zie niet staan, wat is dialect? Waarom heeft zich dit gedicht nou uitgekozen? Ik heb het samen met de mam geschreven. Wauw, is die oké? Ja. Waar is die mam? Zwijg heel even alsjeblieft. Hey, we zien benieuwd of het ook kwaliteit is. Och te zijn en nog dochter te zijn moet het gegarandeerd lukken. Hey, heel veel succes. Groep 7, 8, ik zit in groep 8. In groep 8, hey, de CITO gehad natuurlijk. Ja, dus dadelijk nog het goede leven. Dames en heren, Marcia Roelofs. Wat is dialect? Wat is nou eigenlijk een dialect? Als ik buiten Limburg kom, dan vingen ze me gek. Dan zeggen ze, daar heb ze weer een met de zachte G. Nou, wat ze daarmee bedoelen? Ik heb geen idee. Veer met ons dialect werden meer dan eens te kakken gezet en afgekraakt. En pak nu eens de reclames op televisie. Zelfs daarin werden veel belachelijk gemaakt. Ook Veldeke Kring. Die zijn al jaren aan het moren om het in kaart te brengen. Anders gaat het verloren. Ik heb intussen wel gemerkt dat het in iedere streek anders klinkt. Dat er overal een andere uitspraak aanhinkt. Zo heb ze bijvoorbeeld Stijn, door rollen ze met de R. Die van Kerkro, dat ze het Pruisen. Hoe ze heilen, klinken ongeveer zo. Ahoor, en alles is niet breed, maar lang in Maastricht. Nou, wie dat allemaal bedacht heeft? Wat een helder leeg. En richting Remung. Daar heurt ze weer aan je kuil. Dus wat is nu uiteindelijk het geval? Dit alles is een verzamelnaam voor streektaal. Het is een ander woord voor dialect. Dat hebben die Hollandse koekenbakkers toch ook? Dat hoort nu eenmaal bij onze Limburgse cultuur. En zeg mij, wat is daar aan nu zo gek?
De jury klapt voor iedereen, maar dit moet ook heel erg aanspreken, dit gedicht natuurlijk. Maar de jury, je weet het, let natuurlijk ook op declamatie, uitspraak, heet Jos Stassen, allemaal uitgelag. Even afwachten, dank u wel, Marcia. Wiert, groep 5-6, Pim Veijen. Pim. Ach, een richtige voetballer. Thuis zijn die in de Vereniging ook voetballen? Ja. Is ook bij een vereniging? Ja. Merenveldia. Merenveldia. Maak even reclame voor Merenveldia. Zeg drie keer Merenveldia en dan gewoon die mensen klappen. Merenveldia, Merenveldia, Merenveldia. Yeah! Dicht gij eens brengen de volle wens, door gij Nederland zelf dan natuurlijk ook voor. Pim Veijen, toi toi toi. De volle wens. Even in het kort, ik gooi van sport. Ik vink mij op het sportveldje, tussen al die andere helden. Op de tennisbaan, gewoon ik er flink tegenaan. Maar het liefst van allen, gewoon ik voetballen. Toventje niet lang over te kallen. Ook het liefst ben ik keeper. Niet laatste man, geen sweeper. In de goal spring ik rond, tuig over de grond. Die bel pak ik allemaal, mis ik, dan giet het tegen de pool. Met de bal in mijn hang en een schram op mijn wang, kijk ik gruuts in het rond. En een lach op mijn mond, geluifje op zijn minst, ik ga voor de volle winst. Ik word geniet. En een vraag, één vraag nog. Wie heeft dit prachtige gedicht geschreven? Mijn opa. Dan moest je toch eens kijken. Hey. Opa, compliment. Hey. Fantastisch. Perfect. Dames en heren, wilt gij alstublieft kanjers hier bij Riegenstolen om een lange rie even de hand mekaar vasthalden als het geit. Even nevenheen. Even allemaal de hand vast. Neven mekaar. Nevenheen. En 3, 2, 1 maken we 3 keer achter elkaar een buiging. 3, 2, 1. Buigen. En nog een hier. En nog een hier. Oskanjos. Kiekend naar de plaats. Maar dames en heren, we hebben pauze op dit ogenblik. Een diek half uur hebben we pauze. En dan gaan we weer met het tweede gedeelte. Dames en heren, ik hoop dat je wie snoot genoten hebt. Het weer dadelijk ook keigaaf. Dank u wel. Lief jongens en meisjes, dames en heren, hier aanwezig bij Dok 6 in Panningen. Spanning is om te snieren. We hebben 12 finalisten gehad, we kregen er nog 13, dames en heren. En dan gaat de jury overleggen. Maar voordat wij de 13 verdere finalisten bekendmaken, gaan we eerst luisteren. Luisteren nog weer een winnaar. De winnaar van de publieksjury wat betreft Veldeke Kids van Vastelovensleetjes. Ik vroeg ook speciale aandacht. Helemaal heen naartoe gekomen, dames en heren. Naomi, kom er mee, Naomi. Als een volleerd artiste komt het eronder toe. Fantastisch om te zien, Naomi. Ja, dat is niet niks, hè. Thuis ze mee met Veldeke Kids vastelovend. En dan komt zo nog Toes met de titel desse, die dat onderdeel gewonnen heeft. Ik wens je dadelijk heel veel plezier bij die optreden. Als ze de microfoon zou willen pakken. Dames en heren, Naomi. Kom, jongen, nu ben ik weer
Zinnig Leetje. Ja, en zo heeft ze dan de grote eer te pakken dat ze de jurypries heeft gekregen. Gekregen? Er was ook de jurypries had Brit, dat was de publiekspries. Mijn excuses. Maar Brit holde er ook bij. Brit heeft al opgetrooien. Brit, kom even naar onder toe. Dan hebben we de twee winnaarsdames en heren van de jurypries en van de publiekspries. Hé, hey, Dok, want je kreeg nog iets. Neven de eer. De eeuwigdurende roem die je hebt gekregen nou, in gans Limburg en de boete, wil ik Pieter Ierbus vragen. Pieter Ierbus, de penningenfoekser, de man van het geld, van de moneten. En nou laat ik verrassen wat de prijs is. Dankjewel, Hans. Weer de jeugd heet, heet de toekomst. En vanmiddag heb je het allemaal weer gezien wat een geweldige manier we met de jeugd, met de declamatiewedstrijden, hey, kunnen optreden. Maar noord de declamatiewedstrijden veld een gaat. Een gaat wat wij als veldigen proberen op te vullen door ons gebruik te gaan maken van de sociale media. YouTube, Twitter, Facebook. En daar hebben we contact gezocht met Amboom Publicaties, Maurice Amboom. En die heeft met mij samen wat zaken uitgedokterd. En vervolgens heb ik gezegd, ga ik maar verder. En die heeft als eerste het afgelopen jaar die hele provincie afgestruimd en mensen weten te bereiken om mee te doen met het vastelovensgebeuren van Veldige. En hier een hoop deelnemers zien opgetrooien, hebben een clip gemaakt, die is uitgezonden via Veldige Kids. En er zijn twee winnaars uitgekomen en die twee dames die staan nu hier, Britt en ons Naomi verder. En ze waren net helemaal niet zenuwachtig, we hebben net in de pauze met haar stond te praten en over de plannen voor de toekomst. We hebben al gezegd, als er nu straks dat succes op Broadway straks die miljoenen binnenkomen, dan willen we als Veldige er 10% van hebben. Dan kunnen we nog meer activiteiten gaan ontplooien. Spontaan hebben ze allebei jou gezegd verder, dus dat zit helemaal goed. Het is natuurlijk leuk dat je uitgeroepen ziet tot de winnaars van Veldige Kids de eerste keer. En dat is helemaal leuk, maar er moet natuurlijk ook een prijs tegenover staan.
Veldeke is een armlastige vereniging, dat weet je. En we hebben dan ook gemeend, we mogen allebei dit bordje mee te geven voor de prijs op tijd. Naomi en Britt, allebei een briefje, een bordje met 100 euro. Maar bij een bordje huurt natuurlijk ook een teurtje, zeggen ze in Venlo. En we hebben een teurtje gemaakt, hebben geen bonnen ingedoen, want dat is altijd lastig. We hebben dit gewoon lekker in contanten gedoen verder. En daar mogen we een mooie besteding voor geven. In de hoop dat we ook nog richting toekomst nog duk mogen zien bij welke activiteit van Veldeke dan ook. Proficiat en nog een dik applaus, dames en heren. En dan gewoon even kijken of ik ze niet te kniep ben. Hele kleine teurtjes, ja. Kleine teurtjes, maar het zit er echt in, alstublieft. Nog een keer een applaus voor Naomi en voor Britt. Dames, ik wil hier met Britt. Zullen we naar het terras gewoon? Ik heb toch poen zat nodig. Dames, amuseer ook nog, hè? Hoi, hè? Ja. Hé, gedeeld toch wel, hè? Ja. Zekers, oké. Okay. We zien ons om 6:30. Oké, okay, dames en heren. We gaan weer met het programma, het tweede gedeelte. Godsamme, 100 euro. De pie, goed. We gaan weer de matadoren verwelkomen. Ik wil vragen aan de ziekenhuis gaan staan. De volgende artiesten. Inke Herpers, Angelina Ernst, Gwen Nelissen, Priscilla Reuteling-Sprenger, Gwen Schatterie, Janneke Herpers, Step Leenders, Hieke Gele, Sterre Koenowski, Femke Huizinga, Datum Curver, Jules Breuren en Meike Moren gaan klaarstaan. Gie ook als je de gelegenheid ziet, even staan. En nog harder wie zojuist, want ze verdienen het. De aanmoediging van het grote publiek heen aanwezig. Doorzien artiesten, kom onder! En zwijgen, heren, dames. Iedereen is tijd voor ochtend, de jury is tijd voor ochtend. Wauw. Dames en heren, de 13 finalisten die nog aan de beurt moeten komen. Ja, ja. Publiek zei toch voor och, God weer lekker zitten, dank nog wel. En dit is nog eens opkomen als richtige artiesten. Wie gaan dadelijk starten met Inke Herpers. De anderen kunnen lekker gaan zitten. Goed dat GDB ziet om uur te ondersteunen. Inke. Ik zie hier een biertje staan wat ik niet zo prettig vind. Wie heeft dat gedicht? Kom een beetje naar voren, toe, alstublieft. Ja, dat willen die mensen van de techniek. Dames en heren, dit meetje gaat een gedicht voordragen en dat heet? Voeierspen. Dat hebben we allemaal verstaan, hè, goed. Dat is het richtige dialect, hè, want ik kom zoet. Kerig hoor. Dat is niet te huren, meetje, maar... Dames en heren, we gaan genieten van dit prachtige gedicht. Succes. Inke Herpers. Voeierspen. In de rembus van Mexico, waar papajaien zijn en zo, daar woont een Janse roze en Janse echte voeierspen. Met zwarte horen op de kin en grote zwarte poten. Ze woont daar Jans alleen. Had jenne om zich heen, ging vrunkeren en vriendinnen, dan alle deren roffen. Bah, een spin, doeien voor net op a, dan vuur zijn bang voor spinnen. Maar avond zo, met haar mond en alle steren a, dat deed de spin haar dansjong a. En alle deren schraken, wat je iets doen, wat je iets aan? Zo eng, zo zwart en zo alleen. Ze razelen op hun staken. Na 100 meter steekt ze stief. En kijk naar boven, naar die zilver schief. Die door stralend hing ze chansen. Daar hield de bus nog om kort in. En daar begint de voeierspin door spinnen dansen. Wat een talent vanmiddag.
Wellicht maakt zich ook kans op een van die schoenbekers. We hebben anders voor iedereen overigens een verrassingszak. Waar onder andere het doekboek in zit aan te rooien. Bekijken dadelijk als de kinderen het hebben gekregen. Dit is de meutenweert. Angelina Ernst van groep 5, 6. Dames en heren, Angelina Ernst. Hey, supporters, fans. Wie is meegekomen? Mama, papa, mijn zus, mijn tante en mijn papa's vriend. Wow, hey, welkom ook in Capelle, in Panningen. Ik zei, hey, Gelinse gezegdes. Wie heeft dat geschreven? Dat liegt een beetje op die naam. Mama. Angelina. De Angelina. Ja, de Angelina Ernst, dames en heren. Met Gelinse gezegdes, voorgedragen, gedeclameerd door Angelina Ernst. Toi, toi, toi. Mijn mam, dat is wel eens dikker. Kindje, doe op zijn kop los. Wat zijn dat verstomd teun? Doe gijs over de schuim. En seks gaat zong op een zij. Wat bestig voor een uif. En papa richt dan. Mijn pupke, dat is raadgek. Altijd vleug maken. En wil altijd versnappig zijn. Wie komt er duivel aan een ziel? Die heb ze niet alle zeven. Ach, pabbe mam. Schij op met grouwelen. Ik zal lug eens dikselen. Kijk hier eens, oedig pupje. Het hing mij te voldoet. Het is me gegaal. Ze zeggen toch, de stomste boeren hebben de dikste aardbol. Dus hier zit ook wat terecht gekomen. En ik met mijn achts en negens. Ik weet wel van mijn schij. Laat maar eens op. Later kreeg ik chance. En de lui kennen van mij niet zeggen. Doe best een sheet loose. Want ik heb hier toch maar weer eens gestaan. En zullen zeggen. Angelina die mus. Die is een gooi blutje. Wauw. Fluiten van enthousiasme. He. Knap gedaan. En ik denk dat de jury dat ook wel schoon vindt. Allemaal die gezegdes, dames en heren. Heel mooi gedaan. Dank u wel, Angelina. We gaan weer. We gaan weer met Gwen Nillissen uit Wiert. Gwen. Het is trouwens Nielissen. Nielissen, en terecht. De achternaam moest ze goed zeggen. Ik heb daar nog een naam. Daar heb ik even hulp in nodig, denk ik. Gwen. Dan zeg ik het altijd goed. Gwen. Groep 5, 6. Welke groep zit ze? 6. In groep 6. Ben je juffrouw of meneer? Juffrouw Joyce en juffrouw Therese. Ze toeft, hè? Geen commentaar. Ja, geen commentaar. Beste voorzienige. Een gedicht van immers zo tegelijk geschreven Leonie van Hulten van Rij. Maar het is aangepast in het Wiertslands van Jan, door Jan Mone. Ik wens zich heel veel succes met je. Heb je er zin in? Ja. Laat gewoon. Yeah. Gwen. Beste voor. Een eikunke springt met groetgemaak. Van een boom, piet op het dak. Piet uit hun hoofd gaat neutjes weg. Roept schouw in een heukske onder de heg. Hoe hoog in een boom zitten merels en mussen. En ook angervogel zitten ertussen. Ze willen gaan eten, vliegen af en aan. De hek ligt wel een landingsbaan. Maar o jee. Door vlak achter Timo ligt je een dikke kater op een loor. Heel rap zijn alle beesten weg. Ik denk dat ik kater even weg. Kwante. Of als proficiat voor het voordragen op deze hele deskundige wies. Mooi gedaan. We gaan weer. Quinn is de hee. Quinn is aanwezig. Quinn is er wel, dames en heren. Quinn Schattery. Quinn, kom eens even heen. Ga ik ook heel even op de knieën als ze wilt. Ik zei nee, Stoon, het leukste kind. Heb ze dit gedicht gekozen omdat ze tegen het leukste kind is? Of heet het een andere reden? En wat is die reden? Omdat ik het leukste kind ben. Wow. Ja. Kijk eens dat ik fotograaf. Dat is geweldige snoeten. Wat een toeterzoe, hè? Mooi, mooi. Het leukste kind van Suzanne Jansen. Kent zich Suzanne Jansen? Nee. Ja, maar wel knap dat meetje dat geschreven heeft. Hè? Ja.
Die komt uit Venlo. Welke school zit ze? De Willy Brodeschool. De Willy Brodeschool. Bij welke juf? Sarah. Bij Sarah Tans? Ik zie ze maandag. Dinsdag? Woensdag? Wanneer? Donderdag en vrijdag. Dan moest ik maar zeggen dat meneer Hans heeft gezegd dat ik vind dat het gisteravond veel cola heeft gedronken. Ja, oké, dat moest ik net zeggen. Dames en heren, het leukste kind, Quinn Schattery. Het leukste kind. Ik heb een umkewie en kapotte moed. Als ik mijn wieveltentjes niet heb gepoetst. En een paar negel, gans zwart van een zand. Dat komt van het kroze bij opa beland. Zie mijn pleisels net van een kneen. Mossen in beeld op mijn kop en zien. Ik maak een oud brommel, dat wilt je ja niet weten. En door een rondje rennen, begin ik al te zweten. Ook al ben ik met zwemmen altijd de laatste. Toch zeggen pap en mam, dicht beste beste. Van alle kinderen die zijn geboren, vind ik dat ik de leukste ben geworden. Dichtbij zeg alles, dichtbij is een stuk. Maar kindje, wat wist zich te groot geluk? Snap je dat nu? Wie blij dat die met mij zien? Ook al ben ik gans smerig of beug ik van een bin. Wat ik ook doe, ze vinden het goed. Maar ja, ik ben dan ook vlees en bloed. Leukste knul. En dan wacht op de jury, hè. Die is nou ook leuk, hoor. Als ze niet winst, is ze ook nog leuk. Maar ja, de kans hebben, net wie al die anderen. Dank u wel. We gaan weer, dames en heren, met Janneke Herpos. Janneke, kom er even mee, meetje. Ik zie dat je in de titel stond. Ik kan zich veel beter uitspreken dan ik. Verstegen. Verstegen. Kun ze mij ook in het kort zeggen wat dat betekent, verstegen? Verstoppen. Verstoppen. Ah. Dik zijn ze in welke groep? Veer. Groep Veer. En de naam van de school, dan vroeg ik het ook in dicht natuurlijk. De naam van de school? Steltloper. Ah, originele naam. Dik is nog de microfoon. Dik is zich niet verstoppen, gewoon dat iedereen dicht kan zien. En toi, toi, toi. Kom maar. Het is fijn stil. Dank u wel, dames en heren. Janneke Herpos. Verstegen. Wen ik ziet, is blink. Wen ik zet, is stom. Wen ik huurt, is doof. Wen het denkt, is dom. Wen het leeft, is dood. Wen ik aanhad, bloes. Geert, is net kromp. Nou nu kunt zingen. Wen het stal is, weet je hoort. Wen het voet is, weet je zeer. Ik kom. Weet je, perfect. Keurig, keurig. Ik loop even naar het midden van de jurytoffel. Er werd hier geschreven. Ik zal heel even bij jou komen. Wat ziet gij aan het schrijven, meneer de jury? Wat ik aan het schrijven ben? Ja, de punten die schrijven. Drie pils, vier pils. Oh, nee. Ja, dat kunt er nog, hè. Wie is nou toe? Geweldig. Ja, wat ik dus altijd zo schön vind, is dat er zoveel verschillende dialecten zijn. Dan huurt ze Graathoven, Keergoedse plaat. Dan huurt ze weer Tegels. Dan huurt ze weer Venlo's. Dus die variatie, de ganse provincie kunt voorbij. Perfect, dank u wel. Dames en heren, we gaan weer met Step Linders. Step, hoe het echt zusteren zijn, ik is dan. Oh, wacht. Even 5 minuten geduld, dames en heren. Ja. Oh, lief. Wauw. Dames en heren, 10 minuten geduld, alstublieft. Ja. Het iemand zo wat nu, denk ik, voor op het gezicht, op het snoetje. Kind ik een nul afloop bij Step terecht. Step, hartstig jeuk. Wie ik dat weet, hè? Eczeem? Ja. Dames en heren, het gedichtje heet Eczeem. Het wordt voorgedragen door Step Linders uit groep? Veer.
Heel veel succes. Step Leenders. Bino, elke dag heb ik jeuk. En natuurlijk vind ik dat niet leuk. Ik heb ze gekregen van mijn mam en mijn pap. En mijn broers hebben niks. Ik nu echt niet snap. Waarom heb ik de examen op mijn lief? Altijd een roe kin en hangout wief. Als je het warm hebt, dan jeuk het nog meer. En dan hoor ik me kratsen iedere keer. Maar ondanks dat, sport ik heel graag. En dan gooi ik mijn plezier naar de training her. En de dokter heeft me ook het veel geschreven. En heb ik zelf kies voor de rest van mijn leven. Ik smeer dat braaf elke dag op mijn hoed. En zelfs een beetje op mijn snoet. Want ik bleef lachen en lag me niet kennen. Maar we toch waar ik kan winnen. Allebei die beurs mee. Die lopen met een lang gezicht. Van een muggenbultje, zwaar klein. Want het jukken vinden ze niet fijn. Dan lopen ze zielig naar mijn man. En daar krijg ik een echt kriebels van. Hey, succes voor mij, meentje. Ik denk dat het allemaal baat. Dank u wel, dat was heel erg goed. Ja, applaus is op zijn plek. Lieve dames en heren, tempo zit er lekker in. Want ze zien natuurlijk allemaal benieuwd ook naar de oetslaag. Maar we kregen er nog enkele. Hieke Gelen, groep 7-8, uit Wiert. Hieke, wat... Ja, kom even mee. Wat een fantastische naam. Heb ik heel zelden, eigenlijk nog nooit gehoord. Weet zich of de naam een bepaalde betekenis heeft? Nee, niet echt. Nou, een van de juryleden is er heel kundig in. Die kan ik daar waarschijnlijk wel uitleggen. Dat kunnen we nog afloop even doen. Hieke Gelen. Puberteit. Dat is de titel van het lied. Wet zich een paar dingen waar we elders aan denken als we het hebben over de puberteit. Ja, knorren. En jeugdbuisjes. Zien er elders die het herkennen als er wordt gezegd knorren? Heel voorzichtig, gewoon wat vingers en muur klinkt, zei Rex. Hey, het is een gedicht van Frank Gelen. Wie is Frank? De naam kom je bekend voor. Dat is pap. Of pap. Hey. Hey, peur aan. Lukje even. Pap. Pap Gelen. Dat ga je dat meer schrijven. Ja, ieder jaar mag dat schrijven. Wauw, dames en heren. Kom even staan. Kom heel even staan staan. Kom even in het leeg. Dames en heren, een van de schrijvers. Wat dit betreft, voor de dochter. Ja. Ik vind ook terecht, want iedereen die schreef, huurt erbij. Dank u wel. Meetje, succes. We gaan de microfoon naar boven zetten. De luister ik wel met rust. Ik heb geknorren in de puberteit. Dank u wel. Is dat hoe ik zat? Dan moest ik nee zeggen, want in de puberteit zit ze altijd nee als de volwassenen jou zitten. Dames en heren, Hielke! Hieke! Puberteit. Als hormonen door mijn lief jagen, kinderen als pap en als man zich beter neer in mijn buurt wagen. Lastig, vervelend, knorrig en met doordrammen kom ik heel wiet. Niks mis met, dat nemen ze gewoon puberteit. Ik snap niet, dat zie je dat niet begrepen. Het is toch doodnormaal. Ik groei met deuren en maak een hoop kabaal. En dan al nog mij op mijn oren geven. Nee, als puber heb ze dan toch geen leven. Als ooiers zult ze toch beter moeten weten. Op zo'n momenten hoe ik dat ze mij met rust leten. Of op zijn minst zich niet zo zul je willen weren. Loopt mij dat toch op ug afreageren. Ik ben gewoon en leefding. En niet zoals jij zegt in een verrekkeling. Jij moet mij niet remmen in mijn ontwikkeling. Tovan, krijg jij die jonge dag. Anders vreet de speed. De naam zei het zich al, puberteit. Hieke, als ze allemaal zo in de puberteit mogen komen, perfect. Complimenten, papa. Hey, perfect. We gaan weer met Sterre. Sterre Koenowski uit Geleen, groep 7 of groep 8 Sterre? Groep 8. Nou, iemand een sterrenhit, die ga je dadelijk declameren. En de grote sterren van de hemel, zo groot gij dat meetje. Mocht ik vragen, waarom heb je gekozen voor dyslexie? Omdat je het zelf ook hebt. Heb je toch problemen mee of zei ze, nou, dat gaat eigenlijk prima?
Soms problemen met. Sommige dingen lezen of schrijven? Nou, lezen gaat wel heel goed, alleen schrijven is moeilijk. Ja. Maar die Gretzet, kan je? Hey, ja, die van dyslexie, die hebben altijd extra, dat extra bietje power, hè? Ja, meetje. Ik wens zich heel veel succes. Schoon dat het een gedicht gaat voordragen met iets van hetzelfde heet, het dyslexie. Dames en heren, Sterre Koenowski. Succes. Nee, laat maar zo. Geer zei kwaal, stel dich niet aan, laat gaan, wie is het van mij? Dan moesten het bestel staan. Weet ze wel wat het is? Denk ze gemakkelijk? Nou dan, hup ze het mis. Ik haal de letters erin, miljard. Niet allemaal gelukkig, maar een paar. Lui met dyslexie schamen zich wel eens, en daar ben ik het helemaal mee eens. Ik zit er ook wel met, en dat is best behoorlijk shit. Vanaf groep 4 ik alles een vreemd taal. Maar door mijn juffen lukte het uiteindelijk wel. Ik schaam me er niet meer voor. En de reacties zijn nog niet meer gemeen hoor. Worden ze toch al niet. Maar toch, mijn gevoel van dat het niet mag. Ik gebruik alles hoe ik recht op heb. En dat heb goed. En het geven heb pep. En wat ik wil zeker tegen anderen is, maak gebruik van wat er veelig is. En voor lui die zonder dyslexie door het leven gaan, niet helemaal direct met commentaar klaarstaan. Ik zit nu in groep 8 en kom daar ook goed doorheen. Daar kunt Geer 100% zeker van zijn. Sterre. Dat komt, ja, daar kreeg ik het ook weer een van kippenvel van. Ik wil één ding vragen. Wie heeft dit geschreven, als ik nou domme vraag misschien wel? Nou, ikzelf en op school hebben ze het vertaald. Knap uur. Mag ik tegen één ding vragen? Ik ben meester op een groep 7 in Venlo. Mag ik dit gedicht goed gebruiken? Ik heb 13 dyslexie kindjes in mijn groep. Zal dat mogen? Ja. Dames en heren, ik wil even een applausje geven. Echt, dank u. Mooi. Yes, dat is het. Femke Huizinga. Groep 7-8 met heel veel supporters en fans moet echt zusteren. Ja, zoek hem ze nog niet vanaf. Maar ik zie dat ik niet te veel moet vragen, leven, meetje. Femke, mijn eigen taaltje. Wat is die eigen taaltje? Zusters. Dan zijn we heel benieuwd, dames en heren. We gaan genieten van Femke Huizinga, groep 7-8. Succes, Femke. Let's op school kreeg ik ze toch op mijn kop. Mijn Nederlands wordt niet zo op en top. De meester wordt heel kwaad op mij. Meidje, meidje, wat moet ik toch met jou? Ik zie nogal het woord in het plat te schrijven. Om het goed te leren, moest ik naar school blijven. Daar oefende de meester met mij tot in een treuren. Maar om van een plat meisje een Hollandse dame te maken, dat zou ik nog niet gebeuren. De meester ging aan de slag met mij vol goeie moed. En soms schreef ik ook nog wel eens een paar woordjes goed. Maar over het algemeen moet ik toch bekennen. De meester moest heel erg aan mijn taaltje wennen. Kentje, wat bedoelst je nu? Je schrijft toe kap is moois. Ja, meester, je weet wel, zuurkool met woes en schottels plak. Staat ook niet in mijn woordenboek. Maar, meester, dan is een plak voor te vegen, zo'n doek. Jonge dame, het is sinaasappel en niet appelsien. De schrift pijn met lange ei en niet bien. Het is vork en geen verzet. Ik dacht, hoe maakt dat man zich druk om als het er toch allemaal weet? Meester, dat komt door Veldeke, als je dat maar weet. Dat het in het dialect soms gaan zangen zit. Wie er dat weerde, hoefde ik geen straf meer te schrijven, maar een tien. Vertel zal voor mij wel altijd in een trein blijven. Ja. Femke, kom maar, meet, kom maar. Ik zie die onderstond, het is een gedichtje. Wist ik wie weet het geschreven heeft? Heestijd, moeder en dochter Nijsten. Nou, ik vind het knap dat dit zo
tot dichtgeen gedeclameerd is. Grote, grote complimenten. We zien maar niet wat de jury gaat zeggen. Dank u wel, Femke. Klasse. Tatum Curver. We hebben er nog drie, dames en heren, nog drie finalisten. En dan gaat de jury bepolen en overleggen wie de prijzen, de bekers gaat krijgen. Maar voor iedereen hebben we wat. Sowieso. Wat denk je? Ga je zich misschien in een beker holen? Weet ik net. Ja, misschien wel, hè. Weet ik net. Oké, goed. We lekker bescheiden, ze huurt het. Ik ben maar een vendor neer, huur. Wat is de titel? De Oudwet van Kerkrade. Oh, maar dat verstoor ik heel goed. Ik ben heel benieuwd naar die oude woord eigenlijk. Wat zit ik hieronder? Stel, wat zei het al? Dat klopt eigenlijk net, want ik woon het samen met de mam hier, maat. Hij stijt de mam van Tatum, maar het heeft het samen gedaan met de mam. Die heeft ook die inbreng gehad. Hé, hey, mam, hoe is de mam? Is hij hier? De gans erboven, hé. Oké, je kunt even naar onder komen, maar dat duurt misschien iets te lang. Dames en heren, een applaus voor de mam van Tatum. Ja. En Tatum, dit is ook wat geschreven, hè? Wat zie ik hier staan? Die man met de laatste regel en de rest tegen. Oké. Okay. Al een grapje. Heel veel succes. Die Altwoord van Kerkrade zeggen nog één keer. Wie spreekt ze het doet? De Altwoord van Kerkrade. We zien maar niet. Dames en heren, we gaan genieten. De Altwoord van Kerkrade. Voor het derde jaar op rij ben ik warm erbij. Ik had mij door kopmassen te breken, waarover ik des keer zou spreken. Over woord die mijn generatie ja net mij kent. Zo wie hanenwerger, plantenbutcher en himmelhaaier sacrament. Over de koel, door bekker, door slechter en de mens van een duur. Kumme, meertje, zeveren, breuzelen, die woord komen er überhaupt niet meer voor. Bahai, bees, kruwal, vlaaskop, witzichtig en weltvreem. Het kiesmusje, de schwal, door stevel, door tricot en murriensreen. Ik kan er nog stonden overhalen, maar nu stop ik met verzellen. Want die angerkenger willen ook nog iets zeggen en nog met Janje dichter vermagen. Hé, hey. Dat was meer dan plassen. Ik denk ook poepen. Goed geliek. Hé, hey, Tatum, grote complimenten. Benieuwd wat de jury gaat zeggen. Ik geef ook heel even het woord, mevrouw. Wat ik kan zeggen is dat dat ik me verwonder over dat die kinderen dat zo doen, net of ze niet voor zoveel lui staan. Als ik dat zo doe, voor de spiegel, zou me dat misschien lukken. Maar voor zoveel lui, zo'n volle zaal, en dan zo groot, en iedereen, het is echt, alle jury's zeggen dat het heel moeilijk is. Maar het is echt heel moeilijk nu. Dank u wel. Een wijsheid, wat hier gezag is. Ik ga eens even kijken. Och, toch, och. Dan komt er een. Goh, dat heb ik vorig jaar in de groep gehad. Oh, dear. Ach, daar zitten. Van Ooghoed links, dames en heren. Dat is er een van Breuren. Ja, in Venlo van de beruchte naam, joh, Breuren. Ook dat is een grapje, hoor. Dames en heren, Jules Breuren, groep 8 zitten. Ik heet van Schoelaaf. En kom eens, Jules. Ik heb een vreusje. Heb je nog eindelijk een vriendin? Nee. Begreep dat niet. Ik wilde zoveel bewegen in de strot zeggen. Dat is de knappe van Breuren. Maar ja. Maar ik ga eens wel een gedicht voordragen wat iets met een vriendin te maken heeft. Ja. Wat is de titel? Eén vriendin. En even kijken, werd dat geschreven? Nee, loop maar. Dames en heren, Jules Breuren met één vriendin. Eén vriendin, ik moet niks van meetjes weten. Komt er een bij mij in de buurt, dan ben ik pleiten. Gewoon liever met mijn vrienden praten.
stoer doen, kunnen we dan niet laten. Nee, meisjes doen altijd stom. De meeste meisjes zijn erg dom. Wauw, bij mij in de klas zit hij niet. Marieke, dat is nou eens geen blie. Het uit Nederland, en is erg knap. Met dat wil ik hier op stap. Arm in arm en ook een ijsje eten. Dus zoals bekend, die vrienden vergeten. Die kieken al vlot jaloers naar mij. En trekken dan een zevenzulders gezicht. Moet ik mijn vrienden laten schieten voor dat bruutje. Al heet het nog zo'n lief snoetje. Weg met dat meetje, ook al is die knap. Weg met dat schikske, liefst heel rap. Want toch heet niks boven richtige vrienden. Later kan ik nog lang genoeg een mooi meetje vinden. Jules, ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken. Moet ik op de broerlof komen? Is goed, zit, is goed. We zijn met de laatste finalist aangekomen, dames en heren. Een extra applaus voor Meike Moren. Meike. Wat heb ik te horen, mooi. Dankjewel. Geer gedon. Wie heeft dat gedon? Mijn moeder. Je moeder. Kijk ik ook naar je moeder voor zo'n mooi kapsel? Nee. Waarom niet? Daarom. Ja, dat is gelijk. Meike, aan de poemen heet het. Het ergste is van Piet Abe. Die komt zo echt. Ik ben de hele tijd vergeten, waar moeten mensen naartoe? Dit is lang de tijd gehad. Waar moeten mensen naartoe? Waar moeten mensen gewoon kijken in echt? Wat is mooi? Een museum. Het museum. Dat is ook de naam van... Ja, dat is de directeur van het museum. Aandijden heet het zeker, ja. Dat is ook de naam van het museum. Een mooi museum. Mooi museum, dat is een prachtige naam. Heel veel succes aan de Proemen Meike Moren. Kom naar de microfoon, meetje. Ja. Toi, toi, toi. Les ben ik stiekem opgebroken. In een proemenboom geklommen. Bekant, hoog mijn gelis vol, maar door... Daar zin ik ome Driek aankomen. Word ik blij om de naas en dacht, oh jee, nu kreeg ik ze gereten. Ik kreeg krampen in mijn boek van angst. Ik heb os in de box geschikt. Doe proemedeef. Brult je op eens. Doe, strup. Nu heb ik dich gevangen. De bloemen vullen af, grien je ik. Ik wil ze weer terug in de boom hangen. Ik ga naar dien vader, riep er kwaad. Menke, den zult u gaat beleven. De pap is niet thuis, zeg ik. Die zit in de boom, hier even. Hé, hey, keurig wie ze dat thuis, Meike. Ja, declamatiewedstrijd, zo heet het ook, hè. Alle kanjers hebben al hun gedicht gedeclameerd. Dat betekent dat de jury dadelijk moet gaan overleggen. Ik weet niet of je even een andere, gewoon een ander kamerke. Je mag ook best nog even naar het kleine kamer, het kleinste, dat kan ook nog even. We hebben dus heel even... Ja, niet echt pauze, dat hebben we nog de bar kunnen, dames en heren. Want we kregen nog een optreden. Die winnares van de juryprijs, Britt, gaat voor ook zingen. Maar de jury gaat nou even ons verloten. Gij gaat even een riestel. Want een och gaat het, een och finalisten. Geef elkaar de hand. En dan gewoon bij drie, twee, één, drie keer buigen. Hè. Even de hand geven. Hier ertussen. Dat stump. Drie. 2,
1. Nog een keer. Nog een keer. Hop, een vierde keer. Kom, nog een keer. Hoppee. Hey. Dankjewel. Je kunt mogen plaats en we gaan dadelijk genieten van de rit, dames en heren. Look at the stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one careful hold? Looking around and you think, sure she's got everything. I've got gadgets and gizmos aplenty. I've got who's it and what's it galore. You want thing, I'm a bubs, I've got 20. But who cares? No big deal, I want more. I wanna be where the people are. I wanna see them dancing, walking around on those, what do you call them? Feet. Flipping your fins, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling along on the, what's that word again? Street. Up where they walk, up where they stay all day in the sun, wandering free. Wish I could be part of that world. What would I give if I could live out of these waters? What would I pay to spend the day warm on the sand? But shall land, they understand. But they don't reprimand at others. Bright young woman, sick of swimming, ready to stand. And ready to know what the people know. Ask them my questions and get some answers. What's a fire and why does it, what's the word? Burn when it's my turn. Wouldn't I love to explore the shore up above? Out of the sea, wish I could be part of that. Ja, ik denk dat we gaan zitten, Britt. Dat is zo'n programma wie Voice of 100, ik weet niet wie het allemaal heet, en dan is zo'n jury zitten. Ik denk dat de reactie van een van de juryleden alleen maar dit kan zien. Wat een streut, hestig. Ongelukkig. Duistig meer met musical of... ik kom even bij dit meetje. Goh, ik heb geen woord. Duistig dit meer. Hoe heb je wel eens meegezongen met een musical of met een wedstrijd? Ik heb een plaatselijke musical al gespeeld in Eigenzusteren, in Luike. En ja, ik heb al 7 jaar zangles. Dus. Nou, dat is de uren. Potverdorie, daar, wat een talent, hé. Ga ik ermee door, als het er zin in is. Maar dat geloof ik wel, hè. Ik zie het aan die snoet. Ongelooflijk. Ik aan de voorzitter vragen, waren de meningen een beetje
Insluitend, zeggen we in het ABN, heb gestreveld. We hebben niet echt over te strevelen, we zouden zelfs heel erg doen bij jijn. En dat is alleen maar als jury is dat gunstig. Ja, iedereen kijkt met zijn eigen ogen en vindt er het zin van, maar ja, kwaliteit is toch boven komen drijven. Dat was duidelijk, heel duidelijk. Yes. Ik geef keer het woord nou aan Jos Stassen. Ja, dames en heren, dat is een geweldige middag geweest, vind ik. Die kinderen die hebben laten horen wat ze allemaal geleerd hebben. En die hebben hun dialect zo prachtig uitgesproken. Ik heb ervan genoten. Ik heb zoveel spas ermee gehad. Dat ik nu eigenlijk niet weet wie ik die kinderen allemaal moet bedanken. En die papa's en mama's die ook die gedichten meegemaakt hebben. Ik ga gauw een paar lui bedanken. En dan geef ik het woord aan mevrouw de voorzitter en aan de voorzitter van Veldeke Limburg, die de prijzen gaat uitreiken. Ik wil even de collega's, mijn collega's van de commissie, bedanken die dit hebben meegemaakt. Piet Aben en mijn vriend Jacques Nieste, die hebben me heel erg geholpen hierbij. En Ria Korsjes, die is er vandaag niet, die heeft familiedag. Die het administratieve werk heeft gedaan ervoor. Ook wil ik danken de lu die hier achter het buffet hebben gestaan. Die hebben zich vanmiddag in de pauze hebben die zich het lapleer onder de schoen uitgelopen. Want die moesten rennen en tappen. Goed, dan wil ik ook nog bedanken de fotograaf. De mannen van Maurice Amboom. Die hier de opnames hebben gemaakt. En vooral wil ik bedanken, en daar wil ik een enorm applaus voor Hans Jacobs, die dit op zo'n fantastische manier in één heeft gekapt. Ik heb voor Hans een envelopje, dat geef ik hem dadelijk. Ik ga gewoon dat nu niet doen. Dan de juryleden. Juryleden, je hebt het druk gehad. Ik heb als juist bijgezeten. Weet je, hebt moeten delibereren en moeten kijken wie het nu de prijs gewonnen. Voor u hebben we een cadeaubon. Jacques wil zich de juryleden een cadeaubon geven. Pierre kreeg hem door. Sylvia kreeg hem. Ton. Marleen en Ann, en dan wil ik dich meteen vragen of ze hier naar voren wil komen. En ik geef dan de microfoon aan dich. En dan wie het kunt. Kom maar hier en dan. De voorzitter van Veldeke Limburg. Dames en heren, dat is Leigh Bennings. Jongens en meisjes, dames en heren, ik heb vanmiddag hierboven neven de wethouder gezeten, die ook hier is. Fijn wethouder dat hij hier zit. En ik heb genoten. Ik heb genoten van wie die hier heeft voorgedragen. Geweldig. Wat een niveau. En men zei het wel eens, weer de jeugd heeft de toekomst. En ik wou iedereen vragen die meent dat Veldeke een club is van oude heren zoals ik. Daar zou eens naar zo'n bijeenkomst moeten komen wie vanmiddag. Geweldig. Dat beloof gaat voor de toekomst. En ik zou tegen de jongens en meisjes willen zeggen van blijf in godsnaam dialect spreken. Dat is heel belangrijk. Dat is schoon om de taal van papa en mam om die in stand te houden. En tegen de ouders zou ik zeggen blijf heem dialect kallen, want het is niet zo zoals ze vroeger zachten, wanneer men dialect kalt, dan dat is slecht voor de taalontwikkeling. Integendeel, is zelfs goed voor de taalontwikkeling. Ik heb genoten en ik sta perplex wie de kinderen, wie de jongeren hier op de bühne komen, voor de microfoon en dan
hun verhaal doen alsof ze het elke dag doen. Geweldig. Ik vertel het gewoon. Ik begin bij groep 7 en 8. En daar is op de derde plaats geëindigd Marcia Roelofs. Was is dialect? Op de tweede plaats Jules Breuren, een vriendin. Proficiat, Jules. En op de eerste plaats Luc Mone, lezen. Hij is het heel schoon gedaan, joh. Dan gaan we naar groep 5 en 6. En daar is op de derde plaats geëindigd Quinn Chatterjee, het leukste kind. Op de tweede plaats Noor van Hommerig met Spruitscher. Daar heb ik wel heel goed naar moeten luisteren. Uit Kirchhooi. Noor, vindt ze Spruitscher nog altijd vies? Nee? Goed zo. Op de eerste plaats, Meike Mooren, uit Echt, aan de Broemen. Goed zo, Meike. Dan komen we bij de groep 3 en 4. Nummer 3, Isa Meeuwissen, uit Echt, mijn juf is een ex. Je bracht het heel professioneel. Nummer 2, Step Leenders, uit Echt Zusteren, met een jeuk. Dat heeft ze zelf geschreven, hè? Heb je dat goed gezien? Ja. En nummer 1 is geworden Eefke Konings met drie meidjes op een hekske. Op een foto. Ik vind het een eer dat ik u met heb mogen jureren. Ik heb u, nou, zenuwen nog niet eens zo goed gezien, want die waren er eigenlijk niet. Maar ik heb wel alle oefentijd, repetitietijd gezien dat jij erin hebt gestopt. Ieder op je eigen manier. En dat vind ik, ja, chic. Chic wie jij allemaal gestoren hebt. Dank jullie wel. En dan wil ik Ger alle de deelnummertjes nog eens even hier op het podium hebben. Allemaal, dan krijg je van ons een tuutje met ja, en een zak met het leukste erin. En je krijgt nog een oorkonde. En dan vind ik dat we weer even in de stof.
Oh, net wie die matadoren werd nog. Voor één keer dat applaus voor deze kanjers, dames en heren. Lonneguren!